De relatie tussen Albert Verlinde en Bridget Maasland is zeer, zeer slecht. Hoewel zij 15 jaar geleden begon als zijn vaste vervanger bij RTL Boulevard, hebben de twee nauwelijks raakvlakken. Hij begon vorig jaar een soort mini-hetze tegen Bridget door haar neer te zetten als een aandachtstrekker, die maar niet ophoudt over haar ex André Hazes junior. Het heeft kwaad bloed gezet bij Bridget. Zij koos begin dit jaar dan ook partij voor Humberto Tan in zijn conflict met Albert. Ze vond de excuses waar Albert uiteindelijk mee kwam, een beetje mosterd na de maaltijd. Volgens haar is het daarom goed dat Humberto zijn aangifte tegen Albert heeft laten staan. Waarom zou je het nu in één keer intrekken? Is Albert er een beetje pissig over dat Bridget op de nationale televisie een aangifte tegen Albert aanmoedigt? Op de vraag of hij het flauw van haar vindt, zegt Albert in de weekend, nee hoor, want ik zeg in een programma ook van alles als een ander wat gedaan heeft. Op geen enkele andere vraag in het interview geeft Albert zo'n kort antwoord als op deze vraag over Bridget. Later stipt hij haar nog kort aan als hij het heeft over zijn recente tv-aanvaring met Bram Moscovici. Albert, dat betekent niet dat ik Bram niet mag, maar ik dacht wel, nou, kom op. Zo hoeft het niet. En zo hoort het ook. Bridget kan over iedereen zeggen wat ze wil, Bram net zo, en ik ook. Je moet je wel realiseren dat het natuurlijk geen haatcampagnes zijn over en weer. Het zijn opmerkingen die in opinieprogramma's worden gemaakt. Door Bram, maar ook door een omstreden collega als Anouk Smulders, is Shownieuws een flink stuk van zijn geloofwaardigheid verloren. Ze schuren namelijk echt te veel tegen de BN'ers aan die ze bespreken, zonder dat aan de kijker te laten weten. Begrijpt Albert dat Shownieuws zo bekritiseerd wordt? Soms vind ik die kritiek terecht. Dan vind ik inderdaad dat iets niet gelukkig en goed gekozen is, maar heel vaak denk ik, naast informatie over de showbiz hoort er ook een mening bij en daar slaagt het programma in. Even terug naar de Humberto-rel. Albert heeft de talkshowhost op een kwaadaardige manier verdacht gemaakt door in de slipstream van de rel over het voice-misbruik te suggereren dat Humberto ook een viezerik is. Albert heeft nog vaak geprobeerd om Humberto op te bellen, maar die neemt niet meer op. Maar ik hoop dat er op een gegeven moment wel een punt komt dat we elkaar kunnen aankijken en het uit kunnen spreken.